In de uitstekende roman Het Diner, geschreven door Herman Koch, staat het dilemma centraal waarin ouders komen te zitten wanneer hun kinderen onheil veroorzaken. Michel en Rick hebben in hun onbezonnenheid een zuster vermoord. De roman is verdeeld in 5 hoofdstukken, die in relatie worden gezet met het opdienen van een 5-gangen diner in een duur restaurant. Ook al strekt het verhaal dus maar over 1 enkel diner, blijft het toch zeer spannend door middel van flashbacks en een aantal gebeurtenissen tijdens het verhaal zelf. Ook wordt het verhaal verteld door Paul Lohmann, het hoofdpersonage. Het wordt verteld in de ik-persoon en laat soms wat dingen weg, wat dus zeker het mysterie opwekt. Na het boek te hebben gelezen, heb ik er zelf eens over nagedacht. Hoe zou ik reageren in zo'n situatie? Het is een beetje een strijd tussen goed en kwaad. Alles bij elkaar, ik vond het een uitstekend boek, het is zeer goed geschreven en het verdient zeker de prijzen die het heeft verdiend. Dus waarom zou jij het boek niet lezen?